Dementeren, daar is mevrouw van den Dolder altijd al bang voor geweest. Al jaren zit ze in een verpleeghuis. 99 jaar oud en haar zoon Jan herkent ze al niet meer. Jan komt iedere week bij zijn moeder op bezoek. Zijn vader verloor hij op jonge leeftijd en dus stond zijn moeder er alleen voor. Ja, wat dat betreft is een heel sterk figuur geweest, ja. En daarom komen we nou ook nog iedere week bij kijken, hè, maar. 40 jaar lang woonde mevrouw van den Dolder alleen. Totdat ze in het verpleeghuis op een vierpersoonskamer belandde. De eerste nacht kwam ze goed door, maar daarna raakte ze in de war. En de volgende nacht is het niet zo goed gegaan, want de morgen daarna kregen we een telefoontje. Niet schrikken als u komt, want uw moeder heeft een blauw oog. En het bleek dus dat ze 's avonds toen ze naar bed toe wilde gaan, toch die andere mensen die bij mij er op visite waren, naar haar idee, de kamer uit wilden sturen. En toen zal er wel wat druk en trekwerk plaatsgevonden hebben. En ze had werkelijk een gigantisch blauw oog. En achteraf kan je dat dan verklaren, ja, ze is 40 jaar alleen geweest en nou waren er vreemde mensen in huis en die stuurden ze naar huis toe. Na dit voorval is zijn moeder naar een eenpersoonskamer gegaan. Daar had ze het prima naar de zin. Later moest ze, vanwege ruimtegebrek, toch weer een kamer delen met 3 andere bewoners. 4 op een kamer is ontzettend veel en totaal geen privacy. Je ziet hier op deze kamer nou 1 kastje. Dat zijn alle persoonlijke eigendommen en de rest op het prikbord tegen de muur aan. En daar houdt het mee op. En dan is het toch, als je een 1 of 2 persoonskamer hebt, kun je toch wat meer persoonlijke eigendommen, wat meer naar eigen idee indelen en... Ja, het is wat prettiger. Je komt hier echt, je hebt echt het idee dat je hier zo ongeveer op een ziekenhuiskamer op bezoek komt. Hè? Dat is, het is geen privékamer, geen eigen kamer. Hier gaat snel verandering in komen. Verpleeghuis Nassau-Oudijkhof gaat de komende maanden al verbouwen. We hebben gehoord dat er geld vrijkomt om te kunnen verbouwen. Maar we hebben nog niet de voorwaarden gehoord. En we hebben nog niet precies de toedelingen van de financiën gehoord. Dus dat is nog even afwachten voor ons. Maar wij hebben in onze begroting rekening gehouden met de verbouwing dit jaar. Dus wij gaan aan de slag, eind van het jaar. Hopelijk mag mevrouw van den Dolder dat nog meemaken. In september wordt ze 100 jaar.